Ja, liefhebbers van de BNB voor Liefde. Hebben jullie hem gezien weer? Advocaatje, leef je nog? Ja, hij is weer goed, hè? Verre neef van Mart Smeets. Ja, en hij wordt steeds vervelender, maar ik kom zo op hem. Op advocaatje, leef je nog? Want ik wil eerst nog eventjes kijken naar onze zweefclub. Ja, dat is ook weer genieten geblazen, want hebben we gezien die Rasta. Rasta, die had ineens last en die voelde zich onrustig. Ja, in de onderbuiksfeer. En die had last van een zonnevlecht. Ah, ja, een zonnevlecht. Ik had er nog nooit van gehoord, vrienden. Ze had last van een zonnevlecht. Nou, en ik heb wel eens last van een windhoos. Ja, die komt, hop, met windkracht, achteruit mijn hol. Ja, ik ga me aansluiten bij die club. Je zegt gewoon maar wat. En je hebt het maar over allerlei onzin. En ze vinden alles leuk en goed daar. Maar zij had ook ineens, een klik met Jomanda, met die Walter. Ja, dat voelden ze. Maar we zagen aan de Jomanda, ja, dat die verdacht weinig klik had met Rasta. En toen zagen we nog onze Claudia, weet je wel, mevrouw Doorsnee. Ja, die zegt, ik verdien de liefde. Oh jee, ze verdient de liefde. Ja, en ze staat helemaal open. Oh, ze staat open. Nou man. En die voelt zich niet gezien door die Jomanda. Ja, en dat vindt ze dat dat wel moet gebeuren. En nu gaat ze voor zichzelf opkomen en ze schoot weer vol natuurlijk. Ja, want dat heb ik al gezegd, het maakt niet uit. Die schiet vol als een blikje opentrekt. Maar die gaan we dus nog zien. Ja, mevrouw Doorsnee, want die gaat er nou dus werk van maken bij die Jomanda. Nou, we houden het. Kijk, Rasta, dat is gelopen koers. Dat gaat niks worden. En dan kom ik natuurlijk bij advocaatje Leef je nog. Want wat zien wij daar gebeuren? We hebben daar Hoetje. En Hoetje, die zit de hele dag een beetje rond het zwembad. Die speelt daar de diva. Die ligt daar op zonnebedjes. Ja, en die ligt daar in grote zitzakken. En die heeft zonnebrillen op. Daar wordt Elton John jaloers op. En zij gedraagt zich werkelijk als de grote verdette. Nou, en daar loopt die hele brave Olof omheen. Die doet keurig zijn best. En dan hebben we daar onze enorme aansteller. Onze advocaatje Leef je nog. Dat is een misselijk mannetje. Ja, dat is hij eigenlijk, ja. En het is een slijmerige charmeur. Het is een gruwelijke glijer. Met al die opmerkingen. Oh, waar elke vrouw helemaal erover de nek gaan. Ja, vreselijk allemaal. En ja, en die loopt daar een beetje eigenwijs te doen. En irritant, nou vrienden. Maar intussen vindt Hoetje hem eigenlijk nog wel een soort van lollig. Een soort van leuk. Nou, nee. Eén ding moet zeker gebeuren binnenkort. En heel snel. Dat is dat advocaatje Leef je nog heel gauw verdwijnt.